Deze guy zit een beetje opgekropt, denk ik. Een YouTuber in Plopsaland binnengebroken. Plopsaland heeft die YouTuber aangeklaagd. We zijn in de IKEA aangekomen. Zullen we gehaktballen hebben? Winkelkarretjes staan voor jou klaar in de winkel. Waarom staan ze dan hier? Als je IKEA food wilt, dan moet je in die vuilbak gaan kijken. Enkele erkende assistentiehonden toegelaten. Ben je al assistentiehond? Ja. Of verdeel je ruimte met IKEA. Verdeel en heers. Met IKEA. Jet Ruben viel doodsdriften. Hier, je kunt hier vrouwen kopen. Beast as hell, bro. Yeah. Wat, dat kind... Ik dacht dat dat kind een middelvinger uitstak. €150 voor een cactus. Ja. Tafel zandspeg. Is die tafel van zand gemaakt, net zoals in Minecraft? Ja. Van zand zo glas maakt, door dat te verbranden, toch? Wat de hel? We kunnen de big zo slachten, snap je? Dat is het diner. Hier, uw Zweedse balletjes. Dat is de missie. Afzijgers. Zuigers. Ik heb zo'n gigantische oven van in de oudheid. Had hij wel gratis wifi? Ik vind dat wel uniek dat ze dat echt zo projecteren. Dit is de stoere jongenskamer. Iets revolutionair. Je kunt gewoon op een PS3 op kartonnen schermen gamen. PS3 aanzetten. Hoe zet je een PS3 aan? Met de A-knop. Dat is af de hoogte van de average gamer ook juist. Tot in mijn hoofd. Als je gewoon opstaat. Hier, als je dit skateboard eraf haalt en haar een beetje mee aan het skaten doorheen dit gebouw, zou je dan uit de winkel gesmeten worden? De U van Euphoria. Die guy slaat die man gewoon in elkaar. Zo'n houten hand kost €29 blijkbaar. Dit is de nieuwe gang sign. De trap gang sign. IKEA voor je bedrijf. Als ik een bedrijf zou hebben, dan zou ik wel echt van die illegale dingen. Ik bedoel, van die super legale dingen. Je hebt hier dus schuifdeuren. Een oog? Je ziet hier toch niks? Je hebt hier vier lichten nodig om maar een beetje te zien. Ja, inderdaad. Ik heb zo in mijn kamer zo'n licht dat echt dat je van de straat buiten kunt zien. Ja. Dat is mijn buren begonnen te reclameren omdat mijn licht om middernacht nog aan stond. Zonnige zomergerechten. Waarom zien deze hamburgers er vegetarisch uit? Ik vind het echt een kom dingen weg. Ja, een bad van hout. Een bad in al die splinters. Ja, inderdaad, dat dacht ik ook net. Ik was echt bang voor mijn leven gisteren, man. Ik dacht dat mijn kat een suplex en John Cena op mij ging doen op mijn rug. In welke stemming ben jij? Jouw gevoel, lauw sfeer. Filmavond. Hoezo is poetsen een optie? Dat is voor het vrouwelijke publiek, hè. Luidsprekers. Oh, we kunnen zelf een liedje kiezen. Ik wist niet dat dat mogelijk was. Hier zijn heel veel vossen voor gedood. Lekker mijn poes. What the fuck? Er zitten hier gewoon hakenkruisen ingegraveerd. We zijn hier snel weg. Wij hebben deze niet gedaan. We kunnen de Mona Lisa kopen. Kost maar €20. Letterlijk door Leonardo da Vinci gemaakt. Da Vinci? Ja. Da Vinci? Wat de hel? Oh, dus hij heeft er meerdere gemaakt. Waarschijnlijk. We are in the backroom. Hoe tevreden ben je vandaag met je ervaring? Heel tevreden. Tijd voor 3 korte vragen, ja. Waar heb je vandaag iets gekocht dat je eigenlijk niet van plan was? Wat vond je van de muziek die in de winkel werd gespeeld? Heel goed, want we konden dat verstellen daarnet. Heb je vandaag inspiratie opgedaan voor duurzame opties voor voeding? Ja, ja. Vlees eten. Meatballs. Is er nog iets dat je graag wilt vertellen? De boxen waren verstelbaar en dat is super cool. Groetjes de Yuri, subscribe op Jolang nu, please. Yeah. Oké, perfect. Voor één doen geen brood, daarvan gaan ze dood. Maar ook gewoon zo fucking retarded eend met een fucking kruisje door zijn oog. Dat water, dat kan toch niet gezond zijn? Het is eigenlijk wel mooi, die fontein. Ja. Stinkt hier wel. Joost Lief van de Velde. Subscribe op Jolang Knu nu. Yeah. En nu ga ik even proberen af te komen zonder dat ik val. En als ik val, dan is dat een klantentest. Wat? Ah, daar. Found footage. Neem op in Pune, land 60.